Goedemorgen lieve mensen, fijn dat jullie weer kijken naar de zondagmorgen vlog bij de Stofjes. Zoals jullie waarschijnlijk zien ben ik nu al begonnen met deze ochtendvlog met Juliana kleding. Normaal gesproken was mijn ochtend, zondagochtendpraat altijd na het hardlopen. Echter, vanmorgen wilde ik dus hardlopen, omgekleed, alles gedaan. Kom ik beneden, ik heb altijd zo'n band om voor mijn telefoon, zodat hij mijn GPS een beetje kan trekken en dat ik de looptijd een beetje bij kan houden. En dat hoor ik dan, kilometer tijd, ja, noem maar op, dat soort dingen. Ligt altijd op een vaste plaats. Weg. Alles afgezocht, nergens iets kunnen vinden. Kleine frustratie. Waarom kan ik dat ding nou niet vinden? Boven gezocht, beneden gezocht, in de kamer, waar die lag. Meestal heb ik daar vaste plaats. Hoort. Wij gaan ook de komende weken gaan we de woonkamer opknappen. Dus ja, dan wordt er nog altijd dan een beetje vuist verplaatst. Niet te vinden. Ik dacht van nou, weet je, dan doe ik het anders. Ga ik mijn sportpas pakken en dan ga ik wel naar de fitness. Daar heb ik dan niet speciaal de band voor nodig. Dan kan ik op de hardloopband gaan staan. En nou ja, goed, ik kan op die manier kan ik alsnog hardlopen. Pasje zit dan weer ergens in een of andere doos, want die kast is alweer leeggeruimd. Nou, dan ga je dan met je goede gedrag. Weg zonder morgen ritueel. Oké. Maar goed. Maakt niet uit, kan een keer gebeuren natuurlijk. Wellicht dat ik dat misschien vanmiddag nog even oppak. Om alsnog even wat te gaan lopen. Alleen ja. Mijn dagritme, mijn zondagmorgen ritme, mijn zondagmorgen ritueel is naar de Filistijnen vandaag. Potverdorie. Maar ja, uiteindelijk weer onderweg naar Juliana. We gaan weer trainen. Voorbereiding op het komende seizoen. Oeh, en gisteravond heb ik weer een leuk feestje gehad. Barbecuetje. Gisteravond heb ik me, of gisteren, wel een beetje laten gaan, een keer weer. Ook was gisteren de eerste zaterdag van mijn vakantie, afgelopen vrijdag was mijn laatste werkdag. Ik heb nu 3 weken vakantie, dus het was ook een beetje een ja, leuk begin voor de vakantie, feestje, nou, laat me even gaan, barbecuetje. Ik heb me iets wat onbehoren gedragen in de zin van drank en een beetje eten. Maar goed, ach, weet je, vakantie, daar krijg je dat. Dan word je iets flexibeler. Maar goed, ik ga er wel proberen mee rekening te houden. Dat het niet uit de klauwen gaat lopen. En natuurlijk gisteravond mijn clubje gewonnen, Johan Cruijffschaal, PSV, uiteraard. Het was een goede wedstrijd. Echt een goede wedstrijd. Kun je zeggen van Ajax speelde op een gegeven moment met 10 man. Maakt niet uit, je moet het dan toch nog maar doen. Vaak is dat lastiger om tegen te spelen, tegen 10 man. Omdat je altijd dan een mannetje overhoudt, ja, wie gaat dan waar naartoe? Dus je krijgt, daar moet je goede afspraken over maken. Ja, dan weet je nooit wat de afspraak is op het moment dat je met 10 man komt te staan. Wie wordt dan de vrije man? Ja, dat is lastig. Het is echt lastig om dan tegen 10 te spelen. Goed, ze hebben het goed uitgespeeld. 0-4 in de Johan Cruijff Arena. Lekker man, lekker. Dus ja, nogmaals, vorige keer hadden we ook al zoiets. Zo vlogkijkers zijn die Ajax of Feyenoord minded zijn, die dit niet horen voor mij en afhaken. Jammer dan. Zo, ach, weet je, het is maar sport. Het is
maar speelt. Dus ik heb er niet zo. Ik ben niet zo'n fanatiekeling. Ik ben op zich wel fanatiek. Maar niet zo'n fanatiekeling dat ik altijd hele rare dingen over andere clubs ga roepen. Soms dan. Soms. Maar goed, onderweg naar Juliana. Voorbereiding. We komen naar dinsdag weer een oefenwedstrijd tegen HBCH. Hees. Vorige week dinsdag hadden we ook een oefenwedstrijd tegen Duno. Dat was wel een eye-opener. Die begon heel straf, die begon heel fanatiek, heel fel. Scoorde ook, ik geloof, twee keer in een kwartier of zo. Dus we stonden al 2-0 achter, vrij snel. Maar we hadden het verdeeld over drie blokken van 25 minuten. Dat was het eerste blok, halverwege dat eerste blok, na die twee doelpunten, kregen we iets meer grip. In het tweede blok was het echt, naar ons gevoel, dat die jongens heel veel afjaagden in het eerste blok, viel het in het tweede blok reuze mee. Dus kregen we nog meer controle op het spel. Dan maak je uiteindelijk ook de 1. De Anschluss treffer. Vanuit daar ga je voetballen. Dan heb je in het derde blok gewoon in 10 minuten tijd 3 keer de kans, de mogelijkheid om uiteindelijk je tweede goal te maken. En die valt dan niet. Grote kansen, goede opgelegde kansen, en die maak je niet. Ja, goed, ook dat is dan een. Vormen van scherpte, vormen van zien. De wedstrijd had eigenlijk gewoon een 2-2 moeten zijn gezien. De tweede en de derde blok. Goed, je laat het na, dus dan verlies je hem even, zo gezegd. Maar nogmaals, het was een goede leerschool. Dus of dat zij gewoon heel goed begonnen en snel hoog druk zetten, echt hoog druk zetten. Maar je kan het ook zeggen dat wij gewoon heel matig begonnen. Dat kan ook. Goed, daar zijn leerprocessen, daar zijn oefenwedstrijden voor. Aankomende dinsdag gaan we wel gewoon 2 keer 45 minuten spelen. Gewoon een normale wedstrijdplanning. Mag er wel gewoon doorgewisseld worden. Dus dat gaan we wel hanteren. Maar goed, vandaag weer eens trainen. En dan. En vandaag is mijn zus jarig. Zou dat aan mijn zus gefeliciteerd? Zus. En dan gaan we vanmiddag weer eventjes daarheen. Natuurlijk, hè. Verjaardag vieren. Maar, rustig. Gisteren natuurlijk al een beetje gezondigd. Dat moeten we vandaag niet meer. Ja, dat is alles. Nou. Ik ben bijna op het plaatsen van een bestemming. Zeg ik omdat ik met mijn werkbus, dus een automaat. En heel af en toe denk ik wel eens dat ik in een auto zit met een automaat. En dan blijkt achteraf van, oh ja, ik moet schakelen. Dat is wel eens lastig. Ah, fijn, we zijn erbij. Dus bij deze ga ik even afsluiten. Als je deze zondag praat wat langer dan de andere, ook anders dan de andere. En hopelijk volgende week weer gewoon normaal.
als ik toch vakantie heb, denk ik wel dat ik wel gewoon voortzetten. Zeg ik in ieder geval, blauw duimpje omhoog. Eventueel abonneren op dit kanaal. En dan zie je in de loop van de week. Ik ga ook timelapse maken van onze verbouwing. Die we gaan doen. Dus dan, maar dat wordt allemaal later. Want dan ga ik natuurlijk een beetje elkaar monteren. Dat we daar jullie een mooi beeld geven hoe dat wij dat gaan doen. Dus nogmaals. Als je dit leuk gevonden hebt, blauw duimpje omhoog, eventjes abonneer op dit kanaal en dan zien we jullie volgende keer weer terug. Zeg, tjoe!